Hey, reviewvrienden. Nou, hier is het helemaal toppie. Ik hoop bij jullie ook. Wat zit er dan toch onder het doosje? Wat heeft ons agentje opgestuurd? Dat is de vraag en hier is het antwoord. Och, leuk. Flikker bier. Het is niet zomaar bier. Het is bijzonder sterk bier. Moet je zien. Van Gulpener. 10%. Grols Kanon. 11,6%. Landerbrouw. 12%. En de Alfa Superstrong. 9,2%. Dus eigenlijk moet je het zo neerzetten. Op volgorde van zeg maar sterkte. Het is nog niet dat ik hier heel blij mee ben. En dan hoor ik jullie vragen. Maar Jan, je hebt toch niet voor niks een dikke kop? Je bent toch een bierdrinker? Ja, dat klopt. Ik ben gek op bier. Ik hou van bier. Ik drink liefst alleen nog maar bier. Maar geen sterk bier. Liever gezegd ook geen bier met rare smaakjes. Ik vind speciale biertjes. Ja, die zijn aan mij niet besteed. Ik vind dat wat. Of je drinkt bier. En een pilsner. En dan en drink je glas na glas. En dan zegt de ober, Jan, moet je er nog één? Na je 15, dan zeg je, maar natuurlijk vriend, ik heb dorst vanavond. Gewoon lekker drinkbier. Geen gezeur. En dit is dus niet lekker drinkbier. Dit is verdomme nog sterker dan een gemiddelde glas wijn. Met Landerbrouwer Superstrong 12%. Als een absolute nekkenbreker. Ik vind Alfa een lekker biertje. Dus een gewone Alfa. Ik vind Grols ook een lekker biertje. Landerbrouwer is goedkope meuk. En Gulpener is niet helemaal mijn smaak. Nou ja, dan gaan we toch maar even proeven. Moet toch weten hoe het smaakt. Even glazen rammen, komt die. Shit, met 3 glazen. Nou, dan gaan we. Alfa Superstrong 9,2. Hoppatee. Oh, dat ziet er dus ook donker uit. Tenminste, donkerder dan gewoon bier. Van Alfa. Het ruikt niet sterker. Ik heb ook het gevoel dat het schuim minder wit is. Maar misschien ben ik vandaag niet helemaal op mijn scherpst. Alfa Superstrong. Ja, ik heb niet het gevoel dat het 2 keer de hoeveelheid alcohol is die ik normaal drink in een biertje. Het is niet dat je denkt, jongen, die is super strong. Maar ik vind het ook niet echt lekker. Gulpener Gladiator, robuust bier. God van u. Nou, dan hebben we het al. 2 slokken super strong en ik peur hier al het bier over de tafel. Oh. Straks weer uitleggen waarom hier alles naar bier stinkt. Ja, zit je nou overdag bier te zuipen? Nee, ik maak een review, schatje. Ja, dat zeg je altijd, zuipen, hoor. Enfin, Gulpener, Gladiator Robuust, 10% alcohol. Dus dit was 9,2, we gaan nu naar 10. Zelfde koel. Nee. Deze is dan wat meer geel nog. 10%. Gulpener. Deze proeft wel heel sterk. En het verschil is niet zo heel groot. Hier heb je wel het gevoel dat je echt iets heel heftigs met alcohol zit te drinken. En de smaak vind ik ook niet heel erg lekker. De smaak doet echt een beetje. Ja. Het is geen makkelijk biertje. Het is geen drinkbiertje. Dit is veel meer een drinkbiertje. Dit is wel veel meer dat je na een slok denkt van, godsamme kaak, ik mag hopen dat ik zo naar huis kan als dit zo door blijft gaan. Nee, de Gladiator van Gulpener doet mij de broek niet bollen.
Mijn maag begint al gelijk van, jongen, dit moet je niet doen. Maar één slok. Dan stop ik er ook gelijk mee. Krachtig kanon van Grols. Hier zit 11,6% in. Auw. Kanon is nog niet open of er zijn nog gewonden. Hij ruikt een beetje naar gekookte eieren. En dat is geen compliment. Deze smaakt echt een beetje heftig. Maar een beetje te heftig. Een beetje een wrange smaak. Een beetje dat je denkt... Als je een slokje ervan hebt genomen. Het is niet lekker. Het is ook veel te sterk. Ik ben van Grols meestal wel goed bier gewend. Ik vind hun kornuitje bijvoorbeeld een uitmuntend biertje. Maar deze niet te zuipen. Nou ja, dan wordt het natuurlijk nu het laatste biertje. Dat is de superstrong Landerbrouw. Pardon, het begint al. 12%. Veel te veel. Enderbrouw is een Duits biertje. En wat is het verschil tussen een Duits biertje en deze Nederlandse bieren? Ja, weten jullie dat? Nee? Dan ga ik dat vertellen. Dat is das Reinheitsgebot, mijn vrienden. Das Reinheitsgebot. Nu zijn er heus wel wat mensen die nu kijken en denken... Jannes Lam, 3 slokken sterk bier, bezopen, begint raar te lullen. Das Reinheitsgebot is een Duitse wet, ja, dat bier alleen maar puur gebrouwen mag worden. Dus zonder conserveringsmiddelen. Waar je zo'n ongelooflijke pijn van in je bakkes krijgt na een avondje Nederlands bier drinken... is niet per definitie dat water, dat gerst, dat hop en dat mout wat in bier zit. Maar voornamelijk alle giffen die ze erbij pleuren, zodat het kratje 2 jaar door kan. Duits bier is toch maar een half jaar goed te houden. Omdat daar dus alleen maar die producten uit de natuur zitten en verder is niks. Dus, Duits bier is vaak puurder en daardoor minder heftig qua smaak. Minder lang houdbaar ook. Maar ook beter drinkbaar. Het probleem is alleen, deze is 12%. Dus dat is per definitie niet lekker. Maar je weet maar nooit. Het heeft niet voor niks een review, hè, mensen, dus we moeten wel proeven. Het ruikt naar niks. Dat vind ik wel een voordeel. Want ik ben dus een bierdrinker die van saai bier houdt. Niet te veel gedoe. Lenderboy, 12%. Laten wij even gaan proeven. Dat is kijk. Dit smaakt echt naar een speciaal biertje. Er zit een hele zoete, bijna dikkige afdronk in. En ja, het is gewoon supersterk bier. Ik denk hier 2 blikken van. Dat is een litertje Lendebrooi met zo'n lammers en ui. En dan denk ik, wat is de lol daarvan? Want een avond bier drinken betekent dus dat je de hele avond bier drinkt. Dat je na 6 uur bier drinken thuis komt. Dat je helemaal laveloos bent. Maar dat je het wel op volgehouden. 2 blikjes Lendebrouwer en je kan gelijk op het bankje liggen knorren. Wat is daar nou aan? Af en naar deze cursus bier van onze Jan. Gezellig toch? Ja, jammer dan. Moet ik wel cijfertjes gaan geven? En de cijfertjes geven, dat wordt voor mij makkelijk. Waarom? Pardon. Deze was het viest. Golden Gladiator. Lendebrouwer. Te sterk. Alfa 9.0. Of 9.2. Vies. Beter. Gaat wel. Te doen. Bij voorbaat. Sterk bier, ik hou er niet van. Maar als je het drinkt, ga voor de Alfa. De Grols kanon. Niet te zuipen, veel te sterk, vieze smaak. Krijg voor mij een 5. De Hulpner Gladiator. 10%. Ja, want deze is dan ook nog, hoeveel was die? 11,6%. De 10% krijgt voor mij ook een 5.
Dat betekent geen voldoende, oftewel niet doen. De Lendeboy is, ondanks dat het smaakt naar een speciaal biertje, omdat het veel te sterk is met 12%, wel te hakken. Ik heb voor mij een 6. Een 6 is dat je denkt, het moet maar. Dus niet doen. Als je toch denkt, ik wil vanavond een paar blikken bier drinken en zo snel mogelijk bezopen raken, neem dan de Alpha 9.2 Superstrong. Die is veel minder superstrong dan de andere superstrongs. En die is te drinken. Die smaakt gewoon naar een doordrinkbiertje. Zoals bier bedoeld is. Hè? De Alpha Superstrong heeft gewonnen. En krijgt van mij een 7. Waarom niet hoger? Omdat ik niet versterkt bier hou. Ik heb wel een pijn in mijn buikje ervan. Nou, even lekker makkelijk biertje. Dat lust ik wel, zeg. Godsamme kraken, wat een troep.